heropende vergadering. Aan de orde is het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. We waren gebleven bij de inbreng van de heer Van Meijeren van Forum voor Democratie. Excuses dat het wat lang duurde, maar we zijn even in conclave geweest. Het woord is aan de heer Van Meijeren. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Voordat ik tot de inhoud van mijn betoog kom, reageer ik graag even op mevrouw Van den Berg. Zij had het erover dat wij zouden oproepen tot het niet naleven van democratisch tot stand gekomen wetten. Toen heb ik aangegeven dat dat klopt, omdat waar wij toe oproepen is burgerlijke ongehoorzaamheid. En burgerlijke ongehoorzaamheid is per definitie altijd geweldloos, bedoeld als protestactie om het beleid bij te sturen. We hebben het ook de afgelopen weken gezien dat daar veel gehoor aan wordt gegeven. Culturele instellingen die besluiten om hun deuren te openen. Horecaondernemers die besluiten om hun deuren te openen. En dat dat ook effect sorteert doordat tal van burgemeesters nu als gevolg van die acties erop aandringen bij het kabinet om ook het beleid bij te sturen. Omdat zij te maken hebben met deze vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid. Zonder burgerlijke ongehoorzaamheid kan een democratie ook niet levendig bestaan. Zonder burgerlijke ongehoorzaamheid zouden heel veel vrouwenrechten niet zijn gerealiseerd. Zou de slavernij nooit zijn afgeschaft. Nu heeft mevrouw de voorzitter aangegeven dat het niet is toegestaan om op te roepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. En we hebben zojuist afgesproken dat wordt uitgezocht of dat klopt. Mij zou dat buitengewoon onbevredigend lijken als dat hier in dit huis niet mag gebeuren. Maar daar komen we dus op terug. Ja, en even in aanvulling wat de heer Van Meijeren zegt, is dat het inderdaad niet toegestaan is in dit huis op grond van ons reglement van orde, artikel 8.16, om op te roepen om je niet te houden aan de wet. Daar hebben we het met elkaar over gehad, verschillende interpretaties. En ik heb daar nog overleg over met de heer Van Meijeren. Ik stel voor dat we dit onderwerp nu laten rusten. En dat ik het woord geef zo aan de heer Van Meijeren. Maar eerst nog mevrouw Westerveld. Ja, voorzitter, we luisteren nou naar een betoog over burgerlijke ongehoorzaamheid, maar dat was het punt niet. De heer Van Meijeren heeft eerder gezegd dat hij een heel aantal mensen hier, waar ik ook onder val, maar ik ga u even onderbreken, dat persoonlijk, ik wil echt, nee, ik ga u nu, u heeft persoonlijk feit gemaakt, u heeft die vraag gesteld, de heer Van Meijeren heeft er toen op gereageerd. Ik wil nu echt weer teruggaan tot de orde van het debat, want eerlijk gezegd, de heer Van Meijeren is ook nog niet gestart met zijn bijdrage. Dat wil ik echt doen. Dus ik geef u niet het woord meer, mevrouw Westerveld. Ik geef het woord nu aan de heer Van Meijeren om te starten nu met zijn betoog. Ja, ik zou graag een persoonlijk feit maken. Want wat mevrouw Westerveld zojuist riep, dat is heel... Meneer Van Meijeren, even één ding. Die discussie heeft u net met elkaar gehad. Nee. Nu dat ik oproep tot geweld. Ja. Dat heeft ze zojuist gezegd. Daar moet ik op reageren, dat is een persoonlijk feit. Volgens mij heeft mevrouw Westerveld net een persoonlijk feit gemaakt naar aanleiding van een uitspraak op sociale media. Daar heeft u weer op gereageerd. Ik wil het nu echt stoppen. Ik wil dat u start nu met uw bijdrage. Ja? Nee, maar mevrouw Westerveld, die geeft aan dat ik oproep tot geweld. Dan moet ik even één zin op kunnen reageren. Eén zin, meneer Van Meijeren. Echt één zin. Forum voor Democratie roept altijd op tot vreedzaam en geweldloos verzet. Dat doen wij herhaaldelijk. Dank u wel. En nu, u heeft één zin gehad. U heeft het duidelijk gemaakt. Soms kan iets heel duidelijk zijn in één zin. Ik wil nu echt aan u vragen. We gaan starten nu met uw inbreng. Ja? Eigenlijk was er net een punt, komma en had mijn zin nog een... Ja, dat snap ik, maar ik maak er een punt van. Ja? Nou, ik ga hier nog een keer op terugkomen. Voorzitter, we debatteren vandaag voor het eerst met de nieuwe minister van Volksgezondheid, de heer Ernst Kuipers. En wat heeft Nederland lang gesnakt naar een nieuwe minister van Volksgezondheid? Na al het leed dat zijn voorganger heeft veroorzaakt. De schade aan onze samenleving als gevolg van de lockdowns, de mondkapjes, de schoolsluitingen, de bezoekbeperkingen, de avondklok, de uitsluiting van ongevaccineerden. Het heeft allemaal op geen enkele wijze de volksgezondheid gediend. Sterker nog, onze samenleving is ernstig ziek geworden. De spontaniteit, de gezelligheid, de sociale cohesie, het is allemaal naar de Filistijnen geholpen. We hebben enkel angst, paniek
en onderling wantrouwen voor teruggekregen. De toename van het aantal zelfmoorden onder jongeren. Ondernemers die hun levenswerk kapot zien gaan. Ouderen die in eenzaamheid moesten sterven. Het verdriet is met geen pen te beschrijven. Door maatregelen die niet het belang van de volksgezondheid of überhaupt de belangen van de bevolking dienen, maar slechts de belangen van een globalistische elite die meer en meer macht en controle heeft verworven. Als er iets is, mevrouw de voorzitter, waar Nederland nu echt behoefte aan heeft, dan is het een minister van Volksgezondheid die wel het belang van de volksgezondheid voorop stelt en geen andere schimmige belangen laat prevaleren. Helaas blijkt uit niets dat de nieuwe minister van Volksgezondheid een koerswijziging gaat inzetten. Want als er iemand is die sinds de aanvang van het coronaschandaal heeft laten zien naar de pijpen van Rutte te dansen, dan is het wel de heer Ernst Kuipers. Want wat wilde hij toch graag minister worden? Hij riep het vorig jaar al en hij heeft het bereikt door te likken naar boven en te trappen naar beneden. Nou. Dit is ook weer smakeloos. Dit is op de man, op de persoon. Doe dat nou niet. Weet je? Nee, echt. Weet je, dit is echt op de persoon. Dit heeft niks met beleid te maken. Nee, ik ga... U, maar als u... En u gaat het... Nee, ik wil ook niet eigenlijk dat u toelicht. Nee, laten we dat gewoon niet doen. Nee, echt niet. En ook nu mevrouw Agema. Weet je, dit is zo op de persoon. Dit heeft niks met beleid of functioneer te maken. Voorzitter, ik ben het niet met de heer Van Meijer eens. Ik zou die woorden ook niet gebruiken, maar dit is het... Het mag hier allemaal wel. En u snoert hem voor de tweede keer. Ja. Snoert u hem de mond om een mening die u niet bevalt. Het zijn mijn meningen niet, maar u snoert een parlementslid de mond om een mening die u niet bevalt. En vandaag is het meneer Van Meijeren en morgen ben ik het. En die dag daarna een van onze andere collega's. Kijk, mevrouw Agema, we hebben artikel 8.14. Dat hebben we met elkaar vastgesteld als Kamer. Daar staat in de waardigheid van het instituut en onderling respect. En het is aan de voorzitter om te oordelen of daar nu sprake van is of niet. En ik vind dat dat in strijd is. En nogmaals, de taak van de voorzitter is ook om soms daarin te normeren. En het is ook niet nodig. U gaat verder. Kunnen we daarna gewoon weer het hebben over corona? Voorzitter, ik wil alleen maar zeggen dat ik u van harte steun. Ik heb u eerder in een andere situatie aangegeven. Het gaat hier over de inhoud, over het beleid. We spelen op de bal en niet op de man. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van den Berg, voor de steun. Voorzitter, over het spelen op de bal in plaats van op de man te spreken. Deze minister van Volksgezondheid die noemt tegenstanders van de coronamaatregelen op spottende en kleinerende wijze wappies. Dat is dehumaniserend. Dat hoort de minister van Volksgezondheid niet te doen. Dit is niet de minister van alle Nederlanders, maar alleen de minister van de gevaccineerde Nederlanders die alle maatregelen steunen. Dat is op de man spelen. En als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding beweerde deze minister eind 2020 dat de zorg niet kon worden opgeschaald wegens een tekort aan personeel. Maar ondertussen stuurde hij een kant-en-klaar ziekenhuisschip met minstens 500 bedden, inclusief personeel, van het kastje naar de muur. Het werd geweigerd om vervolgens een maand later met droge ogen het nieuws te verkondigen dat de reguliere zorg moest worden afgeschaald. Voorzitter, dit deugt van geen kant. En hoewel ik weinig goeds van deze nieuwe minister te verwachten heb, hoop ik dat nu hij zijn felbegeerde baantje heeft bemachtigd, eindelijk eens in de spiegel kijkt en tot inzicht komt en zich gaat realiseren dat hij als minister de belangen van de Nederlandse bevolking moet dienen en niet de belangen van de boven hem gestelde elitaire clubjes waar hij zo graag deel van wil uitmaken. Want wat zou het mooi zijn als onze nieuwe minister van Volksgezondheid zijn ambtsperiode zou beginnen met de enige juiste maatregel, het afschaffen van alle coronamaatregelen, zodat we weer normaal uit eten kunnen, naar de bioscoop, het theater, zodat we weer gezellig en zonder angst met familie en vrienden konden omgaan. Voorzitter, zodat we weer zouden gaan leven. Dank u wel, dank meneer u wel. Van Meijeren. Ja, mevrouw Kuiken. PvdA.
Allereerst de beterschap wensen aan de heer Baudet, die nu met corona thuis zit. Dat is een nare ziekte, dat weten we allemaal. En ten tweede, ik heb niets tegen ongevaccineerden, maar ik vind het wel problematisch dat we zien naar de ziekenhuizen en de IC-bedden die daar vastgehouden worden, dat 98% gewoon niet tot die groep behoort die niet gevaccineerd is. Ik moet het omdraaien. Dus het grotendeel van de mensen die daar liggen, meer dan 1000... zijn dus mensen die ongevaccineerd zijn. En het is slechts 2% van de mensen die gevaccineerd is en een onderliggend lijden of kwetsbaar is. Dus u kunt zich tegen allerlei dingen te hoop roepen, maar u kunt zich toch niet weerspreken dat de feiten zijn zoals ze zijn. De heer Van Meijden. Graag een reactie. Nou, voorzitter, de kans om in het ziekenhuis te belanden met corona, die is, of laat ik zeggen, als gevolg van corona, die is zowel voor gevaccineerden als voor ongevaccineerden absurd laag, buitengewoon laag. Slechts voor een hele kleine groep, met name kwetsbare mensen, met mensen met hoge BMI's, kan corona ertoe leiden dat zij in het ziekenhuis belanden. En die mensen die mogen er zelf voor kiezen om zich te laten vaccineren, wat misschien op korte termijn ervoor zou kunnen zorgen dat je iets minder ziek wordt. Mensen zouden daarom ook voor moeten mogen kiezen om zich niet te laten vaccineren en bijvoorbeeld te kiezen voor een effectief geneesmiddel of te vertrouwen op hun natuurlijke immuniteit. Maar zelfs kwetsbare mensen, die hebben ook het recht om ervoor te kiezen om zich niet te laten vaccineren, omdat de bijwerkingen op de lange termijn überhaupt nog niet bekend zijn. Dus ik zou niemand adviseren om zich te laten vaccineren. Het is een vrije keuze. Mensen die totaal niets te vrezen hebben van corona, zou ik in ieder geval heel uitdrukkelijk adviseren om het vooral niet te doen. En mensen die denken, oh, ik ben kwetsbaar, misschien moet ik het toch maar doen, die zou ik adviseren, denk heel goed na, want de bijwerkingen op lange termijn, die beloven weinig goeds. Dat u afronden? En wat heel belangrijk is, als die capaciteit van de zorg nu echt zo'n groot probleem zou zijn, dan zou die wel verhoogd zijn. De heer Kuipers, toen hij voorzitter was van het LCPS, werd benaderd met een COVID-schip van 500 bedden en hij weigerde het. Ja. Dan hadden we helemaal niet, als deze minister geïnteresseerd zou zijn in een oplossing, dan zou die... Dank u wel. Ik heb gevraagd om u